Er zijn 15 miljoen pepernoten nodig om de ontvoerde Sinterklaas weer vrij te krijgen. Er komt een speciale televisieactie. Iedereen helpt mee. Maar ondanks alles zien de Pieten het niet meer zitten. Volgens mij is die van Sinterklaas nooit meer terug. Nee. Hij wordt in ieder geval goed behandeld. Dat is tenminste nog één troost. Ja, maar heeft hij het warm genoeg? Denk het niet. En het paard begint we nou toch ook vreselijk te missen? Ja. Ja, ik begin hem ook wel heel erg te missen. Wacht nou eens even, Piet. Ja. Sinterklaas wordt goed behandeld, zeg je, toch? Ja. Nou, dat betekent dat hij misschien ook zijn Spanjobo-thee mag drinken. Ja, natuurlijk mag dat zijn wat? Zijn Spanjobo-thee. Spanjebo-thee? Ja, dat is de thee die ik elk jaar uit Spanje laat komen als we hier zijn. Spanjebo-thee. Het wordt gemaakt van de fijnste Spaanse kruiden. Huh? Ja, maar dat kunnen die boeven hier in Nederland nooit krijgen natuurlijk. Jawel. Want er is maar één winkeltje in Nederland die thee verkoopt. Speciaal voor Sinterklaas. En ik ken het adres. Ja, Sinterklaas kan helemaal niet zonder zijn Spanjobo-thee. Dus er is een grote kans dat die boeven dat voor hem gaan halen. Ja, dat kan. Dat zou kunnen. Ja. Hey zeg, dat is helemaal niet zo gek wat jij daar zegt. Dat zeg ik. Weet je dat? Dat is best wel slim van je. Want kijk, zal ik jou vertellen waarom? Kijk, het is natuurlijk in Nederland niemand die Spanjebo-thee gaat kopen, hè? Dus als er iemand in dat winkeltje Spanjebo-thee gaat halen, nou, dan is het natuurlijk een van die boeven. Precies. Die boeven die zullen vanzelf een slag slaan. Ja, natuurlijk. Piet, wij gaan dat winkeltje in de gaten houden. Dus jullie weten allemaal heel goed wat je doen moet. Dat is iedereen in de gaten houden die er ook maar een beetje verdacht uitziet. Voor 5 minuten gaat het kruidenwinkeltje open. Iedereen moet nu op zijn plek gaan staan. Ja. Carlo en Irene zijn al in het kruidenwinkeltje. Mooi, jongens, aan het werk. Hallo, Carlo, Irene. De wegwijspiet. De hoofdwegwijspiet. De hoofdpiet. Ja, de hoofdwegwijspiet. Zeg, luister, is alles in orde bij jullie? Ja, hoofdpiet hier, Carlo en Irene. Zijn er helemaal klaar voor hier? Dus hij kan komen. We pakken hem, jongen. Goed zo, over en sluiten. Mag ik van u een zakje Spanjobo-kruiden? Spanjobo-kruiden, ja. Alsjeblieft. Ja, dank u. Het was een zeg het nou tegen Piet. Rustig. Hallo, hoofdpiet. Hij is hier geweest. Hey.
pak die twee. Drie. Kijk eens daar. Het is dat. Kijk eens daar, Piet. Kom jij eens even hier. Dat is niet bak, Piet. Drie. Hé, wacht even. Nou begrijp ik het. Nou begrijp ik het. Nou begrijp ik het. Zij waren toch ontslagen door Sinterklaas? De twee gearresteerde Pieten zijn bakpieten. Deze bakpieten waren pas geleden door Sinterklaas ontslagen. Ze hadden namelijk zonder toestemming pietenstaafjes op de markt gebracht. Als concurrent voor de pepernoot. Gelukkig is het gelukt de Sint vrij te krijgen. En de bakpieten, die hebben nog meer pech. Want niemand wil hun pietenstaafjes kopen. Net goed. Ja? Nee, maar, mevrouw Irene, meneer Carlo, wat een verrassing. Hallo. Zo fijn dat u er weer bent. Ja, ik vind het ook heel prettig. Onze grote vraag is toch, gaat het weer een beetje goed met u? En hoe bedoelt u dat? Het gaat altijd heel goed nou, met mij, hoor. Moet u niet in bed liggen, een beetje uitrusten van alles? Bed liggen? Nee, daar hebben we helemaal geen tijd voor. Zeg, we lopen vreselijk achter op het schema. Ik vind het wel fijn dat u er bent. Hoezo? Ja, oké. Oh, iedereen. Nee, ik heb het niet gezien. Ja, nee, 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 dat was allemaal op het nippertje goed afgelopen. Televisieacties, weet ik veel wat allemaal, maar... Het is allemaal goed gekomen toen. Dag. Dag Sinterklaas. Hallo. Heeft u enig idee wie ik ben? Ja, u bent Sinterklaas, hè? Dat zie je zo. Nou, Carlo, heb het goed geregeld, hoor. Net op mijn vingertje. Ja. Carlo, heb het goed geregeld, hoor. Het is allemaal tiptop in orde door Carlo geregeld. Ja, ik speel lekker met je mee, vind je niet? Maar jij speelt nooit mee. Je speelt nooit mee. Ik maak me ook nerveus of Sinterklaas wel of niet komt. Ik heb nou wel die Piet aan de lijn gehad, maar ik weet niet zeker of het lukt. Ik weet het ook allemaal niet. Ja, nou, ik doe toch ook leuk met... Er valt een pakje uit de schoorsteen hierboven. Kijk nou toch. Het is een super Sinterklaas Express. Oh, kijk, de zwarte Piet daarboven. Bedankt, Piet. Bedankt. Wat zit erin? Een briefje. Jij kan lezen, ik niet. Nou, dan lees jij hem voor. Ik durf niet te kijken, straks zegt hij dat hij niet komt. Wat? Beste Carlo en Irene, stop. Nee, het is... Nee. Luister nou, ik moet het elke keer weer uitleggen. Het is een telegram. Ik ben zeer vereerd dat ik morgen mijn verjaardag bij jullie mag komen vieren. Stop, maar ik ga door. Ja, ga door. Ik vaar pas morgenmiddag naar Spanje, stop. Dus morgen kom ik speciaal voor jullie op visite. Wat zullen we genieten? PS, waarom heeft Irene van die grote voeten? Nee, dat staat er helemaal niet. Nou ja, dat doet er niet toe, maar verder staat het vandaag. Hij komt. Nou, ik vind het is geweldig. Handig, hè? Hij komt. Nou, dat is mooi. En nou, liedjes gaan we zingen. Zullen we ook gaan housen? Daar houdt Sinterklaas niet van. Geweldig. Vorig jaar hebben we dat gedaan. Hebben we niet gedaan. Ga nou heel even kijken of dat leuk was voor morgen dan ook.